De regionale directeur van het Algemeen Ontwikkelingsfonds van Frankrijk, Philippe Cognata, en Laurent Fakouri, directeur van het Fonds voor Frans-Guyana en Suriname, hebben op 10 en 11 december een bezoek gebracht aan ons land. Tijdens dit een ontmoeting gehad met de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias. De gasten gaven aan heel tevreden te zijn met de vorderingen van de bouw van het Marwina ziekenhuis. Vanuit het fonds is 5 miljoen euro toegezegd voor de operationele capaciteit van het streekziekenhuis. Het ziekenhuis is sinds september gedeeltelijk operationeel. In de ziekeninstelling werken momenteel een internist, een kinderarts en een gynaecoloog. Verder bestaat ook de mogelijkheid voor opname van patiënten in dit hospitaal.